heel mooi pakket binnengekomen. Een klein beetje verslapen vanochtend. Nou, weer een halve hartverzakking verder. Maar voor nu ben ik niet heel ontevreden. Douwe en Lucas nog gereden. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben echt super blij, want er is een heel mooi pakket binnengekomen. En ik weet natuurlijk wat erin zit. En dat ga ik jullie even laten zien. Een tijdje terug heb ik een nieuw zadel gekocht. En hij zat verder mooi, maar de boommaat moest even iets breder gemaakt worden. En dat heb ik laten doen. En hij is nu klaar. En ze hebben hem dus opgestuurd naar mij en ik ben helemaal blij. Kijk nou, wat een pareltje. Er zitten hele mooie lakdetails op. Op het zijkant, ik weet niet of dat op camera te zien is. Maar hier zit een stukje lak en hier. En ik ben helemaal blij, want ik ga dit weekend ook op wedstrijd. En dan ga ik lekker met mijn nieuwe zadel starten. Dus... blij, blij, blij. Yo. Het is vandaag zaterdag en wij gaan vandaag op wedstrijd met Maaike. En het is nu dus zaterdagochtend en ik moet eigenlijk nog wel alles doen. Oftewel, ik ga Maaike even scheren en wassen. En over 2-3 uurtjes geloof ik ongeveer, dan moeten we vertrekken. Dus ik moet een beetje snel, want ik heb me een klein beetje verslapen vanochtend. Oepsie, oepsie. Maar goed, dat gaan we eerst even doen en dan spullen laden en dan vertrekken. Zin in, zin in. Oké, Maaike is gewassen en die staat nu nog even lekker te genieten van haar eten. Ik heb ondertussen de trailer al ingepakt met alle spullen. En de stallen zijn allemaal uitgemest. En over een half uurtje dan gaan we vertrekken. Dus ik zal nu nog even mijn haar doen. En me alvast even helemaal omkleden. Want ik heb nu nog een gewoon outfit aan. Dus ik zal mijn wedstrijd outfit alvast even aandoen. En dan doe ik deze broek er gewoon even overheen. Zodat het ook een soort van wit kan blijven, want ik kan me vaak niet zo goed schoonhouden. Want mijn witte broek is meestal al, als ik daar niks overheen aandoe, al zwart voordat ik moet beginnen. En ik zit een beetje in dubio, want het is super fijn, want de wedstrijd die is naar binnen verplaatst. Want ja, best wel gek eigenlijk, het is nu juni en dat we dan de buitenwedstrijden binnen moeten rijden, omdat het fantastisch weer is. Het heeft onwijs veel geregend en zelfs mijn bak heeft een beetje plassen. Die stond vanochtend echt even helemaal onder water. Maar dat is logisch, want er viel in korte tijd echt heel veel water. En ja, meestal is hij vrij snel wel weer gewoon droog en dan kan ik gewoon wel trainen en zo. Ik heb Lucas nu wel even buiten staan en eigenlijk wou ik die gewoon ook wel buiten laten staan. De Shetlanders heb ik wel in het land, maar goed, die kunnen schuilen daar tussen die bomen. Dus als het wel heel erg gaat regenen, dan hebben die in ieder geval wel een schuilplek. En dat heeft een schuilplek, bedoel ik. Maar Lucas heeft dat niet, dus ik denk dat voordat we vertrekken, ik hem toch maar binnen zet voor de zekerheid. En hij kan heus wel tegen een klein buitje, maar als het echt heel erg spoelt en ik ben best wel lang onderweg, dan vind ik dat ergens ook wel weer een beetje sneu. Dus dat is dat. Ik ga me even omkleden. Nou, ik heb het nummer van Maaike op de sjebrak gedaan. Dus die zit er weer op. Dan ga ik nog even de laatste spullen die mee moeten inladen. En dan Maaike klaarmaken. En dan kunnen we ervoor gaan. Oh, oh sorry. Charming. Maar goed, we gaan ervoor. Mo is ook gearriveerd. En Maaike staat er helemaal klaar voor. Hè, vriendin? Dus wij gaan vertrekken.
Let's go! Een beetje eigenwijs voor mezelf. Ik had al een beetje een waarschuwing gekregen dat het een beetje een... Er is hier in de buurt een evenement, iets met vrachtwagens. En ik was al een beetje geïnformeerd dat ik waarschijnlijk dan even een andere route moest rijden. Maar ja, zo eigenwijs dat ik ben, dacht ik, nee, zal wel wat meevallen. Nou, dat viel niet mee. Want ik moest dus met de bus en de paardentrailer door hele smalle straten. En het was super druk. Wat dus weer inhoudt dat ik weer 10 minuten tot een klein kwartiertje achterloop op mijn schema. En ik dus weer later op wedstrijd aankom dan dat ik eigenlijk wou. Het waait snoeihard en het regent enorm. Maar gelukkig is de wedstrijd wel binnen. Maar ik had alweer stresslevel van heb ik jou daar. Dat is echt niet goed voor mijn hart dit. Maar goed, we zijn er nu wel bijna. Ik denk over een kleine 10 minuten. En dan, ik had het gelukkig wel een beetje ruim ingeschat. Dus ik hoop dat ik alsnog wel op tijd ben. En anders moeten we, as usual, weer supersnel. Zeker tevreden, want ze loopt wel gewoon stoer die baan door en ze is echt nergens bang voor. En dat is zo fijn met haar. Zij komt de baan in en zij loopt. En dat is gewoon helemaal top. We gaan haar nu even afzadelen en dan gaan we een briefje ophalen en weer op naar huis. Staat je gekke broertje daar, hè? Wij zijn weer thuis gearriveerd en ik ben onwijs trots op Maaike.
Ja, je hebt heel goed gedaan, Maisie. Super lief was ze. Helaas heb ik geen winstpunt gereden. Ik had 194 punten. Nou, dat is natuurlijk veel te kort. Veel te weinig punten. Maar goed, dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. Want Maaike en ik zijn pas net begonnen in het set. En we moeten even routine hierin krijgen. Dus dat geeft helemaal niks. Op naar de volgende keer, geen probleem. En we oefenen gewoon weer lekker verder, hè? Ja. Want ik ben wel heel trots op je. Je hebt het goed gedaan. Ja. Lief het. Zo, echt net op tijd klaar met alles. Ik heb net Douwe en Lucas nog gereden. In regen en in zon. Maar nu onweert het. Dus ik heb nu alle paarden gauw naar binnen gezet. En dan ga ik de video bij deze afsluiten. Dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!